Verhalen van het Raam, Fiep Westendorp. Nu we allemaal zo'n beetje aan huis gekluisterd zijn wegens coronamaatregelen, zit de vakantie in de verre landen eigenlijk niet in, helaas. Nou ja, helaas. Nederland heeft eigenlijk best wel veel mooie plekjes. En voor de thuisblijvers heb ik dus vandaag een hele mooie tip. Zaltbommel, een stad van Fiep Westendorp. Fiep Westendorp, of eigenlijk Sophia Maria Westendorp, was geboren in Zaltbommel op 17 december 1916. En ze is opgegroeid in een onderwijzersgezin. Ze had een oudere broer, 3 jaar oudere broer Joop, en 3 jaar jongere zusje Aya. Op een gegeven moment zat ze zelfs in de klas 5, zelfs bij haar vader. En over een klas gesproken, hier heb ik een hele mooie foto. Een klassenfoto van Fiep. En daar is ze te zien. En vanaf het begin wist ze eigenlijk al, ze wil illustratrice worden. Na haar basisschool is ze doorgestroomd, heeft ze op de Bommelse HBS gezeten. En vervolgens is ze tekenopleiding in Den Bosch en Rotterdam gevolgd. In 1937 kreeg ze de eerste tekenopdracht. Dat was het illustreren van de VVV-gids van, uiteraard, Zaltbommel. Dit is een boekje. Hierin tekent ze vele pittoreske plekjes uit Zaltbommel, zoals hier bijvoorbeeld het Stadskasteel. Dat moet je trouwens zeker bezoeken als je naar Zaltbommel gaat. Er is een hele verdieping aan Fiep en haar werk kwijt. Zelfs haar originele werkkamer kun je daar zien. Na haar afstuderen kreeg Fiep een eigen atelier op de academie in Rotterdam. Lang heeft het helaas niet geduurd. Want binnen een paar minuten, in de eerste jaren van de oorlog, is Rotterdam volledig gebombardeerd. Ze keerde terug naar Zaltbommel. En haar huis op de Korte Steigerstraat is er nog steeds. Op 13 september 1952 is eigenlijk het begin, in het Parool, het begin van een prachtige samenwerking waar we eigenlijk Fiep van de meeste van kennen. Want dan verschijnt Jip en Janneke van Annie en G. Smit. Dat is een begin van een jarenlange zowel werkrelatie als een vriendschap tussen Fiep en Annie. En Fiep die was meer in de schaduw van Annie, maar dat vond ze nooit erg, want zoals ze zelf zei, laat mij maar tekenen. Dat is het fijnste dat er is. Als ik teken, zit ik in mijn privéhemel. Nou, prachtig toch? En inderdaad, ze heeft meer dan 6000 tekeningen gemaakt. Ze heeft meer dan 200 boeken geïllustreerd. Als je in Zaltbommel komt, op de Vaalkade, vind je nog een heel mooi beeld van Jip en Janneke met hun hondje Takkie. En dat hebben wij natuurlijk als medewerkers van het archief ook gedaan. En dat is geïllustreerd natuurlijk met deze prachtige foto. In 2000 verscheen een biografie van Fiep. En een van de dingen die me daar opvielen, was deze tekening. Prachtige tekening van het muziektent van de Stampertjes. En waarom viel het mij op? Nou, wij hebben namelijk ook in het archief deze mooie aanzichtkaart. En je kan het zien. Ja, dat was het plekje in Zaltbommel. Het muziektent in Zaltbommel. Ik zou zeggen, ga vooral kijken als je in Zaltbommel bent. Dus in navolging van Nederlands Bureau voor Toerisme Zaltbommel, #, hier moet je zijn.